Mag ik heel even jullie aandacht? Op initiatief van onze vrijwilligers, Co en Bin, die hebben samen deze vlaggenmast geregeld. Voor mij komt hij bij de Meester de Vries school weg. En we hebben er best wel heel lang naar gezocht. En dan vervolgens hebben jullie de mooiste plek bepaald, volgens mij. Ja. En dan zou het zo zijn dat er in principe alleen maar een vlag hangt op speciale dagen. Dat was een beetje jammer. En toen kwam de man met een voorstel van, ja, zou ik maar geen speciale vlag, een dorpshuisvlag kunnen maken. Nou, en dat hebben wij uiteindelijk gedaan. Tieme Dekker die heeft voor ons een vlag gelijk aan de layout van het dorpshuis gemaakt. En die wil ik jullie dan bij deze graag overhandigen. Ja. Bij deze man, ja, dankjewel. De vlag. En bedankt voor jullie inzet daarvoor. Okay. Dankjewel. Ja, dankjewel. Naar de bovenkant. Ik ben goed begooid in het borrel, hè. Een borrel krijgen we van... Zeker? We krijgen een borrel. Daar komt-ie. Heb je dan de kamer straks? Ja, die heb ik. Zo hebben we dan, hè, in dienst. Ja. Ja. Ja, Rino. Ja, maar zo staan. Heb je hem? Nee. Niet op de grond, hè, die vlag? Nee, deze niet. Ja? Ja. Ja. Gaat die, jongens? Ja, mooi. Mooi. Beetje wind erbij. Ja, dat niet waar. Oh, die vlag. Oh, ik dacht van anders. Ik dacht van anders. Ja, goed. Moet allemaal onderkomen. Ja. Goeie moment. Ja, mooi. Ja, dat is het nu tijd voor borrel, volgens mij. Ja, geen tijd om drinken.